Dan gaan we natuurlijk door met de kreeft. En de kreeft die heeft ook een kleine arcana kaart, dus ook het getal 8. Alleen is het nou de 8 van zwaarden. En voor de kreeften is het heel erg goed om weer, eigenlijk zou ik willen zeggen, om weer jezelf te worden. En wie is die zelf, die kreeft? Die kreeft is een waterteken, hè? Heel gevoelig, heel emotioneel, heel zorgzaam. En je kunt de neiging hebben om te veel in je hoofd te zitten, te veel na te denken, te veel te piekeren misschien, te veel beren op de weg te zien, maar dat is eigenlijk niet des kreefts. Het is heel belangrijk dat je juist weer teruggaat naar je gevoel in 2021 en niet zoveel vanuit het denken en het doen denken en het piekeren en het noem maar op in het leven gaat staan, maar gewoon wat meer bij de dag te leven en vanuit je gevoel te leven. Dus echt in de zin van, dit is waar ik vandaag behoefte aan heb, dit is waar ik vandaag zin in heb, dit voelt goed, dit voelt niet goed, dus ik geef mijn grenzen aan, om zo meer in het leven te staan, want dan ga je je weer een prettiger en gelukkiger mens doorvoelen. Dus het is heel erg belangrijk om daar kreeften en ascendant kreeften rekening mee te houden. Je mag die gevoeligheid ook wat meer laten zien, want je ziet op deze kaart symbolisch dat het water, de emotie, het gevoel bijna is opgedroogd, hè? Zwaarde staat symbool voor het denken, voor de mind. En ja, dat is de valkuil waar je dus in kunt vallen en daarom is het zo belangrijk om weer terug tot de kreeftenkern te komen. Want dan zul je ook zien dat het leven weer wat minder zwaar aan kan voelen en ook plezieriger. En dat je er weer meer voldoening uithaalt. Dat je ook weer meer verbinding kunt krijgen met de mensen om je heen. Dus het is zo belangrijk om weer te ontdekken in 2021, wie ben ik nou eigenlijk, wat is nou mijn kracht? Nou, dat kan ik je alvast zeggen. Dat is je gevoel, dat zijn je emoties, dat is je zorgzaamheid, dat is je sensitiviteit. En daar mag weer wat meer aandacht voor komen in 2021. Dus ik hoop ook echt, kreeften, vooral voor jezelf ook, dat je dat doet. En je bent vaak iemand die heel veel voor anderen klaarstaat. Nou, in 2021 mag je ergens wat meer voor jezelf klaarstaan. Door goed voor jezelf te zorgen. Door dus ook goed naar je eigen gevoel, je eigen behoeftes, je eigen verlangens te luisteren en daar ook naar te handelen. En heel belangrijk daarbij is grenzen aangeven. Zeker wanneer je voelt, hè, niet denkt, maar echt voelt. Nu sta ik aan mijn tax. Nou heb ik de limiet bereikt. Dus heel erg belangrijk voor kreeften om echt, zet jullie zelf gewoon wat meer centraal. En dat is niet egoïstisch, dat is gewoon gezond en goed voor jezelf zorgen volgend jaar. Irene zegt, wat een prachtige kreeftboodschap. Ja, ik denk ook dat het echt heel belangrijk is, want deze kaart is gewoon, ja, hij ziet er een beetje, hè, kan een beetje akelig uitzien, maar hij heeft juist die boodschap van, ga weer terug naar je kern. Wie ben jij, kreeft? Zo'n lieve mensen, zo'n zorgzame mensen. Maar ben dat ook eens voor jezelf. Ontzettend belangrijk, vind ik dat. Kim zegt, hier herken ik ook mijn man in, die is kreeft. Nou, mooi dat je dat herkent en misschien kun je hem die boodschap ook overgeven of misschien dat hij dit straks ook nog terug kan kijken. Dus heel erg belangrijk, lieve kreeften. Dus maak gewoon weer tijd voor jouw kern en wie je bent in 2021. Nou, voor jullie geldt natuurlijk precies hetzelfde. Ik ga ook nog een quotekaartje erbij doen. En dat moet deze worden voor mijn gevoel. Wie vraagt zal met het antwoord moeten leren leven. Nou, nogmaals, komt het niet meteen dat je denkt, oeh, dit herken ik. Zie het meer als een thema die ja, in het jaar 2021 voor de kreeften en ascendant kreeften kan spelen. Dus wie vraagt zal met het antwoord moeten leren leven. Dus, en heel belangrijk voor jullie, voel daar dan bij. Voel wat het met je doet. Voel hoe je moet handelen. En voel wat goed voor jou is. Dat zou ik er nog aan toe willen voegen. En dan hoop ik dat jullie ja, af en toe hier nog iets mee kunnen in het nieuwe jaar.